Hoe komt het, meneer, dat jij met de hond met de koets wandelt? Ja, die is een beetje ouder aan het worden, dus kan ik. We zitten op mijn handje niet zo vallen. En hoe oud is die hond? Die is 12 jaar. En waar heb je die gevonden? Die koets heb ik bij de afvalcontainer gevonden. Nee, maar die hond bedoel ik. Die hond heb ik van geboorte. En je blijft ervoor zorgen totdat die. Ja, die leeft nog eventjes. Oké, dat is wel heel vriendelijk dat je zoiets doet, hè? Ja, en is dat een staffer of wat was dat? Dat is een staffer, ja. Een manneke of een wijfje? Ah, een manneke. Een mannetje. En een lieve. Ja, toch wel. Ja. Ja, dat is de eerste keer zien dat iemand zoveel moeite doet voor zijn hond. Hè. Snap je, de meeste mensen zullen die naar de dingen brengen. Ja, asielcentrum of ergens in een bos, maar jij doet daar nog veel moeite voor. Hè. Ja, maar ik heb jou van de behoefte. Hoe oud is je hondje? 12 en 12. Ah, die van ons is 10 jaar geworden, dus harder. Ja. Dat is echt een mooie hond. Ik vind dat heel mooi initiatief wat je doet voor die hond, dat meen ik echt. Ja, dat is gewoon het centrum, hè. Dan kan ik zo op haar wandelen, anders begint die, moet ik heel graag wandelen. Ah, en dragen misschien ook. Ja, die begint te maaien, dus al ouder. Oké. Okay. Moet je hem al 7 tellen. Ja, dus 7 maal 12 is? Dat is een 70, hè. 70. Maar 80 al. 80 jaar, ja. Ik vind dat heel chic wat je doet, meneer, echt waar. Ja. Voilà, bedankt voor dit kleine interviewtje. Voilà, bedankt, hè. Thijs en jij ook, hè.